Als ik nou voortaan moet gaan posten voor onze EHBO-vereniging, neem ik voortaan mijn hond mee, mijn reddingshond. Die is ook op cursus geweest bij Carla's trainingsschool. Carla had nog nooit zoiets meegemaakt, zo'n hond. Een hond, hè, die zijn eigen naam kan zeggen. Nee, het is echt een kaai goeie hond met een woef. Iedere morgen, hè, brengt hij mijn Brabants Dagblad. En ik heb nog geen inch geen abonnement. Met een hond, hè, die heeft een verrekte goeie neus. Lest, hè, rook je een fik in de Groenstraat. Nou, wij onze spullen gepakt en daar naartoe. En nou, een fik, man, een fik. Dat mocht niemand weten. Komt daar de brandweer aan met allemaal zwaailichten en sirenes. Ik zei, geen paniek, geen paniek. John Dommel zal het allemaal betalen. Ja, je zult wegen afvragen, wij heet je een hond gedaan, maar ik heb er van de week met een dierenarts geweest en heel zijn stert af laten halen. Dat was niet meer om te hebben, man, denk ik kwispel, iedere keer als schoonmoeder binnenkwam. Als ik nou vertaan op vakantie ga, hè, dan brengt mijn hond naar het Spaanend, naar hondenpension Spaanend. Ja, vroeger bracht ik hem altijd naar Beek, naar de Blauwe Hoef, naar Henk van der Staak. Maar Henk, hè, die is bang van honden. Als je daar aan de poort staat, hè, dan hoort hij hem al roepen. Betty, Betty. Ja, ja. Ik heb vanmorgen een hond bijgekocht. Maar die heb ik gebracht naar de dierenartsenpraktijk in Diessen. Naar Anja Meulenbroeks. Maar het was niet zo'n dure. Hij had maar 3 potjes en maar 1 oog. Dan zag ik over een paar dagen eens bellen hoe dat met hem ging, want Anja zou hem afmaken.